Het merendeel van de tijd zat ik bij mijn grootouders, en dat ging daar zo. De dag begon met een uitgebreid ontbijt. Om zeven uur botram, boter, melk, charcuterie, hesp, salamiworst, smeerka, choco en koffie. Om negen uur bakte mijn grootmoeder eieren in een pan zo groot als het achterwiel van een tractor. Mijn grootvader moest helpen om die pan op tafel te kunnen zetten. Dan aten we allemaal samen eieren met brood die eieren passeerden daar gemakkelijker mee. Op de middag aten we potien, vlees, aardappelen en groenten, bijvoorbeeld worst, patatten en bloedkool, of worst, patatten en rode kool. Je moet afwisselen in je eten. Als we geen drie keer bijnamen, was mijn grootmoeder beledigd en zei ze: "Ahou, een dag niet durk om." Ons bord moest helemaal proper zijn, tot het eruit zag alsof het door een poes was afgelikt. Mijn grootmoeder hield dat bord dan horizontaal voor haar ogen. Als ze knikte, mochten we het bord omdraaien. En dan kwakt ze er een lillende scheppudding op. Bord weer zo schoon likken dat het de rechte kast in kon zonder af te wassen. Om vier uur, om de lange tijd tussen het middag- en het avondeten te overbruggen, aten we boterhammen met charcuterie, kaas en confituur, met een kopje koffie erbij en een paar kopjes chocolademelk. Om zeven uur aten we weer potheen, vlees, patatten en groenten. Meestal schepte ik hier drie keer van bij. Dat was omdat ik wist dat nu het moeilijkste stuk van de dag kwam. Een eindeloze nacht waarin er geen eten was tot aan die verre ochtend. Maar als ik dat overleefde tot aan het ontbijt, zat ik weer veilig van eten voor de rest van de dag.